Hij is toch wel de pechvogel van deze week. Paul Matthijs, die door een enkel blessure niet mee kan doen. Hij was aanwezig bij de laatste training en zag dat Ron Jans vaak het spel moest stilleggen om uitleg te geven aan zijn spelers. Normaal gesproken probeert Groningen thuis veel druk te zetten op de tegenstander. Vroeg vastzetten en de tegenstander, plat gezegd, bij de strot pakken. Tegen Fiorentina zal Groningen echter wat meer met de handrem erop spelen. We gaan absoluut spelen om te winnen en om goals te maken. Het is wel zo dat we tactisch gezien dat we een hele goede organisatie neer willen zetten. En dat houdt in dat we zoeken naar drukmomenten. En elk drukmoment dat er ook maar kan zijn, die moeten we gaan pakken. Dus dat we misschien iets meer gaan kiezen het moment. Dan dat je zegt van we gaan meteen alle momenten pakken. Hoe gaan de spelers om met de druk? Vorig jaar tegen Partizan was het wisselend. Thuis goed, maar uit een stuk minder. Toen deden veel spelers zich vooraf stoerder voor dan ze in de wedstrijd uiteindelijk waren. Als je kijkt naar de eerste helft uit bij Partizan, waren ze toch iets stoerder dan in de praktijk bleek. En daar moeten we weer van leren. En de spelersgroep is voor een heel groot gedeelte ongewijzigd. Dus het moet zijn de ervaring die je hebt opgebouwd. Maar in de thuiswedstrijd tegen Partizan vind ik dat we het gewoon goed hebben gedaan. En die lijn die moeten we oppakken. En als het weer zo'n wedstrijd wordt met zo'n uitslag, dan zijn we hartstikke tevreden. De spelers die vanaf het begin de lijn Partizan moeten doorzetten zijn de volgende 11. In het doel van Lo die zijn Europees debuut maakt. Achterin de vertrouwde namen, dus met Stemman die hersteld is van een liesblessure. Levchenko keert ook weer terug in de basis. En voorin Nijland die eveneens zijn Europese debuut maakt. En Erik Nefland die na een maand weer gaat spelen. Ik ga in ieder geval voor de 90 minuten, maar dan zien we wel. Als ik, als ik een beetje er doorheen zit, dan... We kunnen beter wisselen, zo, we zien het wel morgen. Hij in al die jaren heeft bewezen dat hij is nu ook met het ontbreken van Matthijs is die aanvoerder, dat hij iets in de ploeg kan brengen. En dat is vertrouwen, dat is agressie, dat is afjagen en hopelijk ook doelpunten. En daar was vanochtend het wachten op, de doelpunten van Nefland. Je zag dat hij nog even moest wennen. Nefland had in eerste instantie moeite om het doel te vinden, maar toen hij eenmaal het gevoel had, leek het allemaal vrij makkelijk te gaan. Ja, hij moet altijd inschieten, dat ging wel lekker. Ja, als het morgen zo gaat, is denk ik iedereen tevreden? Ja, dat zou wel lekker zijn als wij een paar doelpunten kunnen maken. Het maakt niks uit wie de doelpunten maakt, maar als wij doelpunten kunnen maken en in de Euroborg winnen, dan ziet het er heel goed uit. En om het goede gevoel alvast te krijgen en omdat hij zo mooi is, nog eenmaal was getekend. Erik Nefland, goaltjesdief van FC Groningen.